Leuk aan het Fioretti vind ik dat ik met, uh, met al mijn vrienden hier op school zit. De docenten zijn altijd aardig en uh, daar, daar, dat brengt ook een hele gezellige sfeer in de klas. Er zitten veel leuke kinderen op en ik kan het met heel veel mensen wel goed vinden. Wat ik heel leuk vind aan het Fioretti is dat er een hele open informele sfeer is. Uh, de openheid, de ruimte geeft je een heerlijk gevoel. Je hebt veel tijd om bijvoorbeeld je huiswerk te maken waardoor je niet de hele middag nog aan je huiswerk zit. Dus ook veel tijd voor vrienden heb. Fioretti College is een leuke school omdat leerlingen en docenten gaan in harmonie met elkaar om. Er is een leuke sfeer um, en ik denk dat dat wel uniek is voor onze school. Uiteraard zijn er wel eens akkefietjes, dat heb je op elke school. Uh, maar wat ik kan zien dat is dat iedereen elkaar accepteert. De meesten accepteren elkaar zoals ze zijn. Leerlingen vinden het fijn om naar school te komen. En er ja, is gewoon een heerlijke gemoedelijke sfeer op school. De manier van lesgeven vind ik hartstikke leuk. Ik vind het heel leuk dat uh, op het Fioretti heel veel extra dingen zijn georganiseerd naast de normale lessen. Uh, je kan bijvoorbeeld helpen om de schoolfeesten te organiseren, of uh, je kan bij toneel. Um, en ja, dat is gewoon heel erg leuk dat ze dat nog extra doen. Deze school heeft me vooral veel nieuwe vrienden en ervaringen gebracht. Veel kennis. Ik uh, ben hier vooral achter gekomen wat ik wel en niet leuk vind om te doen. Wat ik heel fijn vind is dat er ontzettend veel ruimte is voor, om te groeien. Dus niet alleen voor de leerling, maar ook voor de docent. De school brengt mij uh, heel veel geluk in het uh, leerproces. Ik vind dat echt uh, gewoon tof. Heel veel zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Ik ben zelf van drie haven naar vier VWO gegaan. En uh, ja, die kans heeft de school mij geboden en uh, ja, nu zit ik al in zes VWO. Dus uh, ja, dat vind ik uh, mooi uh, ja, gebracht van de school van hun kant. Ik ben wel zelfverzekerder geworden. Ja, als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zijn er heel veel opties. Uh, en ik denk ook dat de school zich echt wel bezighoudt met hoe leerlingen zich naast het onderwijs wat ze krijgen, zouden moeten ontwikkelen. Uh, de school is sociaal op het gebied van heel veel vrienden kan je maken. Want ik ben hier gekomen. In mijn eentje. Ik kende hier nog niemand. En ik heb nu een hele grote vriendengroep hier. Je hebt bijvoorbeeld na schooltijd ook extra klassen die je kan volgen. En daarmee doe je dan ook wel uitstapjes. Dus dat vind ik wel goed geregeld. Je hebt ook sportklas, media en cultuur. Je hebt ook een musical klas. Dan ga je een leuke musical maken. Wat we doen op sociaal gebied is dat leerlingen betrokken zijn met de school via allerlei commissies. Bijvoorbeeld de barcommissie, de feestcommissie de uh, Gay Straight Alliance, uh, ze kunnen uh, bij de schoolkrant. Dus op allerlei vlakken kunnen ze zichzelf ontwikkelen en groepjes ontwikkelen. Ik denk dat het uh, ook helpt dat leerlingen heel veel dingen binnen de school zelf organiseren, want daardoor leer je ook heel veel mensen kennen en ook uh, de docenten zijn er ook vaak bij betrokken, wat ook een goede band uh, schept. De leerlingen vind ik over het algemeen heel gezellig. Je kan er heel goed mee praten. Ze, hebben, ze zijn vrij rustig, maar uh, ja, lief, gezellig. Goede sfeer in de klas. Uh, de meeste leraren kan ik het wel goed mee vinden. Je hebt natuurlijk altijd wel een paar leraren die niet helemaal liggen. Maar ze zijn allemaal erg aardig, erg beleefd. Ze vinden het ook niet erg om iets opnieuw te gaan uitleggen, om, als je het dan niet snapt. Ze zijn er wel altijd voor je. Ja, sommige collega's vind ik wel heel inspirerend. Sommige kunnen beter uitleggen dan anderen. Maar ik denk dat de docenten hier best wel uh, goed en uh, ook leuk kunnen uitleggen op een leuke manier de stof kunnen brengen. Ik denk dat de kinderen uit groep 8 allemaal naar het Fioretti moeten komen. Omdat dit gewoon een hele leuke, gezellige school is. En omdat er heel leuke leraren zijn. Je komt in contact met andere mensen. Ik zou voor deze school kiezen omdat je hier kan uitbloeien. Je kan echt heel veel mogelijkheden laten hebben met je toekomst. Uh, ik vind dat iedereen naar deze school moet komen. Want ik denk dat er een plekje voor iedereen is: dat iedereen betrokken kan zijn. En dat iedereen hier het maximale uit zichzelf kan halen. Nou, ik denk dat het Vioretti College voor basisschoolleerlingen heel veel kan betekenen in de ontwikkeling. Ik denk als je klein bent of jonger bent, dat je dat wel prettig vindt. Dat je je veilig voelt en dat je daaruit ga je leren studeren. Dat je ook als je hier net komt, echt wel de kans hebt om aan heel veel dingen al mee te doen als echt een volwaardig lid van de school. En dat je niet begint van: oh, ik ben brugklasser, ik, ik, ik kan dat nog allemaal niet doen. Een hele gezellige school met veel vrienden. Uh, Fioretti is vooral een leuke plek waar ik met mijn vrienden ben en veel leer. Mezelf ontwikkelen. Het Fioretti is voor mij vertrouwd gebied. Vriendschap en voor de rest ook hele goede begeleiding. Uh, mijn toekomst en vrienden. Ik vind dat ik een hele fijne keuze heb gemaakt en ik had het echt niet anders gedaan.